Hallo! En welkom bij... Product Update numero... Numero... Oh. Weet je niet? Nee. Goeie voorbereiding. Oké, dan komen we later misschien op terug. Oké. Ja, welkom weer. Welkom in de drukke wereld van Dynamite Magic Shop. Het is de laatste maand van het jaar gaan we nou beginnen. Het is vandaag begonnen. Dus dat wordt nog een leuk maandje. Een gezellig maandje ook. Met natuurlijk weer heel veel nieuwe spullen. Maar er zijn ook spullen die langzaam klassiekers zijn geworden. En daar hebben we er ook een aantal van. Zo is er één ding. Heb ik zelf, volgens mij kocht ik dat ding toen ik 16 was of zoiets. En heb ik het, jarenlang hebben we dat heel veel verkocht ook. Totdat de firma de kosten van de truc om te maken zo hoog werden. Dat de firma zegt, nou sorry, maar we kunnen niet meer aan winkels verkopen. Simpel gezegd, als wij als winkel kopen, betalen wij natuurlijk iets minder als dat jij zelf ergens koopt. Maar wij moeten er alleen wel wat meer kopen natuurlijk. Zij zei ze, nou, we kunnen voor jullie geen korting meer geven, want het is gewoon te duur om te maken. Zei potverdikkie, dat is jammer. En mensen bleven vragen. En dan denk jij, waar heeft hij het over? Nou, ik zal het even laten zien. Ik heb het hierover. Dit is een groot bord. Nou, ik zal er even wat op tekenen. Je kan bijvoorbeeld cirkeltjes zo erop maken, zoiets. Je kan zo een mond opmaken. Je kan er... Moet je nou tekenen als je erover bent? Ja, ik had het beter wat anders kunnen gaan doen in plaats van... zo, geef hem hier ook mijn oren, zo netjes. Zo. Je ziet er wel levensarg uit, vind ik. Ja, zo, oorbel. Dit is het Magic Drawing Board. Dat is eigenlijk het idee ervan. Je kunt er alles op tekenen wat je wil, zeg maar. Dat is een beetje het idee. 77! Oh, sorry. Dan zal dat wel de producten op nummer zijn, denk ik. 77, ja. Zei jij dat? Nee, ik zei niks. Nee? Oké. Okay. Dat is in principe een heel... wat gaan we nou krijgen? Oh, zit je aan te kijken? Waarom zit jij aan te kijken? Oh, kijk naar mij, oké. Nou, dit is het Magic Drawing Board. Ik kan niet buikspreken, zeg ik er even bij. Nee, ik kan niet buikspreken, helaas. Nee, ik kan niet buikspreken, oké. Okay. Dus, maar als je kunt buikspreken, is dat natuurlijk heel handig. Kun je hier een prachtige effect mee maken. Ja. Ja, dat zei ik, ja. Dus, oké. Okay. Oh, hij is nog helemaal nieuw. Nou, wat ik even uitleg. Dit is een bord, die kun je de ogen van een tekening laten bewegen. Dus dat is dit, zeg maar. Je kan de mond laten bewegen. Nou, ik moet even zelf even zoeken en ik vertel even zo meteen waarom. Dus je kunt de mond laten bewegen om te praten. Hallo, hoi. Dat kan. Maar deze heeft een extra optie en daar was ik even mee spelen net. En dat is dit. Hij kan zijn tong uitsteken. Dat is wel... Weet ik wel dat je er voor geluid bij wil maken. Het is meer een schaap, maar goed. En dat is een nieuw. Laat ik zo zeggen, er is de 1.0. En de 1.0 die kan de ogen bewegen, zie. En de mond. En die kan de mond bewegen. Ik moet even die juiste dingetjes vinden. En de 2.0, die heeft als extra optie nog de tong erbij. Het is de tong. Dus dat is het Magic Drawing Board. Nou, en het coole is dat je dat bord gewoon ook kunt uitwisselen, zeg maar, waar je bij staat, zie. En dan verdwijnt ook weer alles. Nou... Dit is super professioneel gemaakt door Extol Expressions. Je krijgt er een heleboel voorbeeldtekeningen bij. Er staat ook bij hoe je wel moet tekenen, hoe je niet moet tekenen. Je hebt tekeningen van, bekende personen, onbekende personen. Ik tekende vroeger, ik had dit bord, dat is al lang geleden ook zelf gekocht. Ook een vrachtwagen die ging leven. Je kan een kat, een konijn, noem maar op. Ik deed vroeger had ik ook een voorspelling mee, een dobbelsteenvoorspelling. Dan denk je, huh, waar heeft hij het over? Moet ik even kijken of dat ik weet hoor, dat is lang geleden. Dan deed ik... iemand mocht met een dobbelsteen gooien. En dan maakte ik de voorspelling. Die teken ik dan even, terwijl ze mensen niet keken, doe ik even zo. Zo. Kijk of ik het goed doe. Ik ben even de logica kwijt daarvan. Het gaat even om het idee. Zo, dan zei ik, ja, mensen hadden 5 gegooid en dan zei ik, tadaam, en dit. Dan zeiden mensen, fout. Ik zo fout, ja. Ik had 5. Oh, sorry, dan heb ik het fout. Sorry, inderdaad. Excuus. En dan, toch 5, zie. Dus dan kon ik een voorspelling kon ik, zeg maar, aanpassen.
heel iets anders, maar het is om aan te geven als je creatief denkt dat je daar eigenlijk van alles mee kunt doen. Dus dat is het Magic Drawing Board. Heel goed gemaakt. Aluminium lijst, echt stevig. Dit is kunststof, dus het breekt niet, geen glas. Je krijgt het met een doekje. Je stift. Krijgt er twee fatsoenlijke stiften mee die geen sporen nalaten. Er is ook onderzoek naar gedaan. Je hebt te veel whitebookmakers die, als je die wist, dat er toch zwarte lijnen achterblijven. Je krijgt een hele degelijke stoffen transportzak erbij, waar alles goed en beschermd is. En nogmaals, complete instructies met voorbeelden, met alles wat je maar hoeft te bedenken. Het Magic Drawing Board. Zeker even bij, is niet goedkoop. Dat heeft te maken met het feit dat wij geen korting krijgen. Of nagenoeg geen korting krijgen, moet ik zeggen. Een klein beetje zijn ze tegemoet gekomen. Dit bord kost €295 in de normale uitvoering en in de 2.0 met tong dus. Met tong €315. Nou, is het logisch dat je misschien zegt, wacht eens even, ik ga even bij Extol Expressions op de website kijken. Nou, dat mag je gerust doen. Daar kost het gewone bord $170. Dan denk je, waarom zegt hij dat nou? Nou, dan ga ik even uitleggen. $170, dat is 160 euro ongeveer. Daar komt, als je het zelf bestelt daar, $75 verzenden bij. Dus 170, dus dat $245 heb je voor het bord en het verzenden. Dat is ongeveer een 230 euro. Daar komt de BTW bij als je het Nederland binnenhaalt. Nou, doe over €220 even 21%. Ja, zeg 40, €45. En betaal €13, €17,50 invoerrechten, want Extol verstuurt niet met een lage waarde. Komt erop neer, je hebt het uitgerekend, je komt op €270, €275 uit als je het zelf bestelt. Wij hebben het voor €285, €10 meer heb je het al hier, veilig, ingeklaard, btw-rekening, alles erbij. Dus, zolang de voorraad strekt ook, want ze komen waarschijnlijk niet opnieuw, omdat ze ja, toch een mazzel hebben gehad met dit dealtje, en dit niet nog een keer gaat gebeuren. Beperk de voorraad, op is op, profiteer ervan. Lang verhaal. Vraag mooi, ik heb er zelf ook één, ik heb de eerste versie aan. Ja. Ja, ik ook hoor. Maar toen was er nog geen 2.0. En ik vond het super leuk. En ik heb toen een heel verhaal geschreven. Dat wilde ik op band gaan opnemen. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dat je gesprek op band gaat opnemen. Maar ja, nooit gedaan. Dan dacht ik, als er iets gebeurt terwijl die band doorloopt, dan ga ik helemaal in de knoei. En mijn wens is ook nu altijd om iets met buikspreken te gaan doen. Daar heb ik ook nog geen tijd voor gehad. Ja, dat hoeft niet per se voor iemand die door buikspreken. Nee. Gewoon muziek. Ja, maar je kan ook gewoon je stemmetje pakken, hè. Want als je het poppetje maar goed beweegt, kan je zelfs gewoon met een ander stemmetje praat, is het ook al leuk. Je hoeft niet 72! Ik heb het eruit geweest. Oké. Magic Drawing Board, genoeg daarover. Dan, het is het einde van het jaar. En op het einde van het jaar komen ook altijd rond november, december de nieuwe Tenjo's binnen. Nou, die hebben we van de week gekregen, vorige week gekregen. En Leon heeft er een aantal liggen. We gaan ze niet allemaal laten zien, we gaan jullie twee laten zien van de nieuwe. Oh. Kijk je wel eens naar de sterren, René? Zeker. Dan kan je ook wel de steelpan, de beer. De grote beer, de kleine beer, dat soort dingen. Ja, dat kan ik wel. Ja. Ja. Okay. Niet allemaal, maar ik weet wel wat je bedoelt inderdaad. Als je de vormen kijkt van de sterren in de lucht, dan vormen die inderdaad... Ja. Moet ik jou vragen, René, om gewoon ergens stop te zeggen waar je bent? Stop. Hier zeker weten? Uh-huh. We hebben niks afgesproken, mag je de kaart even bekijken? Uh-huh. Dan mag je hem terug in het spel doen. Mag ik dat ook laten zien? Kun jij niet zien, maar oké. Okay. Mag ik hem terug stoppen? Ja. Even verduidelijken, mag ik even... Tuurlijk. Oké, okay. Dat is eerlijk. Ja, je weet met Leon nooit, hè? Die zal... Zal ik dat speeltje valt of zo. Ik zal namelijk even wel laten zien. Ga je nou bellen onder de update? Ga je WhatsApp? Dus, de zak okay, nog nee, is goed. Zo. Goed is, dan kunnen jullie allemaal de sterren zien. Ik spreek van de voorkant. Ja, ik zie allemaal sterren. Ja? Ja. Dan moest dus als je nou aan jouw kaart denkt en je zou naar die hemel toe kijken. Ja. Die zie je nou hier? Ja. Oh ja, hier, sorry. Ik spreek van hier, want hier kunnen we dan daar zien. Ja. Als het goed is, dan kan er wel zo zijn dat je langzaamaan toch... Kun je goed zien, maar ik zie hier echt de ruiten 5 nu in staan. De vorm van de sterren is nu ruiken. Kun je een beetje optellen? Misschien dat die beter wat licht zit ook. Ja, ik zie ruiten 5. Hé, hey, cool man. Heb je ook gekozen voor de ruiten 5 staan? Ik had de ruiten 5 gekozen, heb ik laten zien. Ja. Kijk, dat is dus sterk. Ja. En even voor de duidelijkheid, dit kun je een paar keer doen. Mm-hmm. Ik doe nou één keer. Ja. Maar... Ja, dat houdt in. Je kan inderdaad zelfs met een andere toeschouwerkaart laten kiezen en dan verandert hij weer in een andere kaart. Kan nog een keer.
Of je kunt 3 toeschouwers of 2. Ja, dat bedoel je. Een kaart laten kiezen en dan verandert die gewoon van de ruiten 5 in de, ik noem maar iets, klaver 4 en dan weer in de schoppen 7. Waar is dit ding voor? Dit ding is voor de zaklamp, dat die mooi belicht wordt. Ja, dat je, als je met je lampje schijnt, dat je alleen maar 1 punt hebt, zeg maar. En dat die zo op je opreed maakt. Het zit er allemaal bij, hè? Ja, het zit erbij. Telefoon ook? Nee, die zit er niet bij. Oh. Kunnen we erbij doen, maar dan moet je wel even wat meer geld bijleggen. Ja, kunnen we over praten. Ja, je kan ook andere lampjes gebruiken, maar je telefoon heb je meestal bij je. En bijna elke telefoon heeft tegenwoordig een zak. Maar dit vind ik persoonlijk de luxe tijdje, persoonlijk. Die ik tot nu toe gezien heb. Ik heb het trouwens nog niet gezien namelijk. Hij heet Constellation Card. Ja. Ik kan Japans lezen. En die kost, even kijken, daar staat die ook in het Chinees erop, $24.95. $24.95. Mooie prijs voor een mooi effect. Is goed gemaakt, er gaat allemaal plat mee trouwens. Hè, dit, hè. Dus je kan de kaart hierin doen, zeg maar, dan kun je het makkelijk meenemen ook. Nogmaals, dit hoeft niet. Je kan het trouwens ook, als je het in de lucht houdt, voor een lamp in het plafond, werkt ook allemaal. En je kan ook de achterkant van de kaart ook laten zien trouwens. Mooi. Zal je even de zak naar mij doen, want... Maar behalve nieuwe tenjes hebben we ook een wat oudere. En dit is, ik zal laten zien wat het is. Veel onderdeeltjes. Je hebt een doosje. Met een ringetje. Dat is een normaal ringetje. We pakken gewoon dit ringetje zetten weer in. Ik zou ook mijn eigen ring kunnen gebruiken, maar ik pak gewoon even dit ringetje dat erbij zit. Zolang de ring tussen deze deze twee wandjes past, zeg maar hier. En niet te groot is, een beetje een fijne damesring. Zolang het deksel dicht kan, kan het ook met alleen de ring. Zo simpel is het. Hier overheen. We hebben hier een koker van een zwaardje. Kijk. Het kokertje zetten we daar zo overheen. We steken het zwaardje er zo helemaal doorheen. Zo. Dat moet zo passen. Dan zagen we naar beneden. Zo. En dan zien we eigenlijk dat het zwaardje lager uitkomt dan het doosje. En dat is op zich vreemd. Maar als je bekijkt wat er gebeurt, is dit gebeurd. Het zwaard zit nu in het doosje. Ik zal vasthouden. Door. De ring heen. En dit is allemaal te onderzoeken ook. Ja, mensen mogen alles onderzoeken. Hé, ook nog. Dat is ook een manier om ringen te halen. Dit is Crystal Cleaver. Ja, ik zal het doosje laten zien, maar het is helemaal in het Japans, dus dat schiet ook niet echt op. Oud effect, ik weet niet welk jaar dat die komt, heb ik even niet gecheckt, maar dat is echt wel, oh wacht, nummer 155. Nu zitten we op, volgens mij 280, dus dat is al even geleden. Als je bedenkt, oh wacht, dus hier staat natuurlijk wel op staan. 1992, nou dat is toch 25 jaar geleden. Weet ik goed? Ja, 25 jaar geleden. Maar het is een van de klassiekers die blijft verkopen, overal, alleen wij hadden hem niet in het sortiment nog. €16,95, vind ik nog niet duur, toch? Hey. En dit is de originele, hè? Geen speelgoedversie. Dit is de originele Tenjo Crystal Cleaver. Oké, okay, dus bergen we even op. Dan hebben we hier nog een nieuwe. Daniel. Ik zal hem even bijpakken. Kijk eens aan. En hier zitten allemaal gerechtjes in. Kun je ze eruit halen? Ja. Dat kan. Kroketten. Kijk, wat hebben we? Kroketten. Dit is zalm. Terug erin stoppen allemaal. Rijst hebben we. We hebben rijst, we hebben omeletten, tempura, hamburger. Oké, okay. Ja, duidelijk. Ziet er lekker uit, maar ik denk niet dat dit te eten is. Ik ben een beetje klein ook. Als ik zo'n croquet zou eten, dan zou ik er heel veel moeten eten. Oké, okay, ik wil je vragen om 2 gerechtjes eruit te nemen. Die je lekker vindt. En dan mag je de deksel erop doen. Ik zal niet kijken. Zeggen, zo'n lange update gaan we vandaag er niet maken. Oké, okay, René, volgens mij ben jij iemand die niet echt houdt van uit eten. Nou, ik hou wel van uit eten hoor. Want volgens mij kun je een kroket volgens mij bijna overal krijgen. Ja, maar? Ja, dat is wel een rare combinatie, een kroket met rijst. Je wil zeggen dat ik kroket met rijst heb gekozen? Ja. Klopt. En René had alles kunnen kiezen. Maar hij koos voor de... René zijn ogen waren niet groter dan een mond. Of hoe zeg je dat?
En de rijst. Het lijkt wel een gebakken ei, maar het is echt rijst met de tomaatsaus. Ja, leuk ook. Super makkelijk. Er zit ook een wikkeltje bij hier. Kun je de doosje zien, dan kun je ook nog hier omheen doen als je wil. Maar dat, ja, en het fijne is wel dat dit inderdaad een, ja, ik vind het wel een Europese versie. Ik weet niet of het echt een sushi versie is. Maar dit zijn in ieder geval wel gerechtjes die wij hier kennen. Als het zesde soort echt sushi zou zijn, dan denk ik, oh help. Maar dit zijn wel echt gerechtjes die iedereen in principe kent. En dit is ook echt super gemakkelijk. Ja, en die kost €29,95. Ja, compleet trouwens. Het geldt voor deze, maar het geldt ook voor Constellation Cards. Met een Japanse instructie. Maar met een linkje waarmee je hem ook kan downloaden in het Engels. Zit er ook bij, dus ook leuk. Mooi, mooi, mooi. Ja, goed gemaakt. Dan iets uit onze exclusieve serie. Een mooi vaasje met daarin vier balletjes. Zijn... Oh, dat zijn mooie balletjes ook nog van hout. Hout, hout, ja. Het is allemaal handwerk. Hey, jij mag één van de kleuren in gedachten nemen. Hebben we iets afgesproken? Nee, nee, nee. Nee, oké, even heel belangrijk. Nogmaals, zou ik kunnen doen altijd, maar dat hebben we in dit geval nog niet gedaan. Heb je geen eentje in gedachten? Oké, ik maak een voorspelling. Die laat ik niet zien, maar luister. Ja. Hij zit echt in de baas, niet ik vast. De rest van de balletjes leg ik hier weg. Ik heb één balletje in de vaas gestopt. Ik laat niet zien welke dat is nog. Maar dat is mijn voorspelling. Welke kleur had jij in gedachten? Geel. Jij had de gele bal in gedachten. Serieus? Check. Hou je hand open. De gele bal. Hij kan hem niet af, hij blijft geel. Het is geen toverbal. Ja, dit is de Mental Balls and Vase. Wordt exclusief voor ons gemaakt. Heel mooi product. Het is simpel, maar laat ik zo zeggen, er zit een schitterend mechanisme in de vaas. Dit is een effect wat je kan doen. Je hebt meerdere mogelijkheden, je kunt meerdere kleuren voorspellen. Je kan ook vier balletjes op tafel hebben liggen. En de vaas klaar hebben staan. Een toeschouwer mag een kleur kiezen en dan valt de kleur eruit. Het is een beetje hetzelfde idee eigenlijk. Elke voorspelling die mensen... Ja, het klopt altijd, laat ik het zo zeggen. Van hout, handwerk zeg ik erbij. Ook de balletjes wordt allemaal gemaakt. En bij ons te verkrijgen voor de prijs van €99. Mooie prijs. In een, ja, mooi doosje, mooie prijs. Inclusief een online video instructie, uitgebreide video instructie met alle mogelijkheden. Mental balls and ways. Oké, okay. Dat was deze. Ja, dan doe ik even deze. Heb jij nog iets liggen trouwens? Ja, ja, ja. Oké, okay, dan doe ik even deze. Ja, wat maken ze toch gave boeken. Potverdikkie. Vanishing Ink heeft het weer geflikt. Boek van Anthony Owen, genaamd Secrets. Anthony Owen draait zijn 25 jaar mee in het vak. En hij is enorm veel gevraagd om als consultant te werken voor televisiegoochelaars. Dus als je goochelspecials hebt gezien van bekende, dan wel minder bekende goochelaars in het buitenland, maar ook theatershows en alles, wordt hij heel veel gevraagd gewoon om de dingen te bedenken. En te bedenken, hoe gaan we het aanpakken, hoe gaan we het doen? Als er iemand veel verstand heeft van televisie magic, maar ook van, als je zegt, ik wil YouTube filmpjes maken of wat dan ook, en je wil weten hoe je dat moet aanpakken, dat staat hier allemaal in. Dat is theorie. Los daarvan staan er een heleboel routines in. En die routines die zijn voornamelijk stand-up mentalisme routines, waar hij heel goed in is. Maar ook dingen met kaarten en andere dingetjes hierin staan. Dus ja, allemaal zeer bruikbaar en heel professioneel materiaal. Ik kijk even in het boek zelf. Ik heb nog niet gekeken hoeveel pagina's het heeft. 237 pagina's. Nou, dat is echt... ik zie hier een stukje over Interactive Magic. Ja, ik heb het niet helemaal gelezen, maar wel een gedeelte. Het is... echt de moeite waard. Als je serieuze goochelaar bent, dan moet je dit bezitten. Het boek kost, spiek ik even op de lijst, €54,50. Hardgebonden. En ja, Vanishing Ink maakt geen rommel. Echt niet. Als ze iets aanpakken, is het toch echt wel met een serieuze bedoeling. En dit is eentje uit een reeks. Dus als je er interesse in hebt, ik zou zeggen, hij past perfect onder de kerstboom met het papiertje erom. Samen met die tangjes trouwens ook. Samen met al die andere dingen ook. Als je een grote boom hebt, pas een Magic Drawing Board ook. Ja. Dus een, zeker een aanrader. Anthony Owens' Secrets Book. Ja, en dan hebben we er nog eentje.
Heb je er eentje? Nou, ik heb ook eentje voor zo meteen. Dan, Ik heb hier een voorspelling en kom ik dadelijk even op terug. Ja. Pijlkaarten. Mm-hmm. René. Ja. Zo heet je toch? Ja. Zover ik weet wel, ja. Dus moet de laatste half uur gewijzigd zijn, maar... Mooi. Zou je ergens stoppen, dus, zeggen wij zelf, ja? Stop! Hier zeker weten. Ja, wel, ja, niet wel spelen. Zou je dit willen bekijken? Tuurlijk. Mag ik hem terug ertussen indieuwen? Als het goed is, René, heb jij gekozen voor de schoppen 8. Zou ik zeggen, als schoppen 8 is, dan kan ik je zeggen dat het niet goed is. Nee, echt niet? Nee. Ja, ik kan niet echt vragen. De mensen thuis, die kunnen, je kan wel antwoorden, maar dat horen we niet hier. Nee, dus je hebt geen schoppen 8 gekozen? Nee. Zou je van je kamer denken? Ja. Zou ik zeggen wat ik had gekozen? Zeg eens. 8-3. 8-3, kijkers. 8-3. Oké. Okay. Ja, ik heb hier even gegeven. Oh ja, de verpakking hebben we niet bij de hand, inderdaad. Ik zal je even helpen met de naam. Dus zoals vele dingen van Masuda, de uitvinder ooit van Wow, heet het Awatenai Awatenai. Oké. Okay. Ja, precies dat. Daar hebben wij nou een speciale aanbieding van. Die kostte eerst, even kijken, €47,50. En nu €29. Ja, we hebben namelijk een hele partij opgekocht voor een leuk prijsje. Vandaar dat we dit voor die prijs kunnen aanbieden. We verkopen hem al jaren, laat ik erbij zeggen, voor die normale prijs ook. Maar nu is hij even, totdat hij op is, dan stoppen we ook volledig met deze truc. Want het is moeilijk aan te komen dan. Voor €29. En als ik mij niet vergis, slechte voorbereiding, hebben we laatst maar erbij gepakt. Krijg je er een speciaal kaartspel bij. Maar dat vermeld ik even hieronder. Of dat klopt wat ik nu zeg, want dan krijg je, dat is helemaal compleet. Dus je krijgt dit sowieso. Oké. Okay. En een speciaal kaartspel. Het is niet, maar de verpakking is dikker. Er zit volgens mij een complete dek bij. Awatenai, Awatenai. Mooi ding. Mooi ding. Ja, die Masuda heeft leuke dingen. Check onze website maar eens. Als je bij Masuda kijkt, die heeft ook die Five Hole Mystery. En die Wow. Two Card Mystery bedoel ik. Wow, ja, ook ja. Mooie dingetjes. Een slimme man. Ja, dat was ik laatst, we waren een weekendje weg. Ik ging naar een hotel. Hey, kijk even wat voor sleutel dat we kregen. Het is niet normaal. Blonde vuur van een grote blok. Ja, ik had die blok in mijn zak. Ik had het idee dat iedereen me aankeek wat ik in mijn zak had zetten. En dan kom je bij de deur en dan zit je te prutsen. Die sleutelbalkje tegen de deurkozijn. Ik denk, ik weet niet wat jullie doen zijn, maar dat is niet handig. Ja, maar waarom hebben ze dat gaatje bijvoorbeeld niet hier neergezet of zo? Dat is toch makkelijker mee te nemen? Dat dacht ik dus ook. Dus ik dacht ook, waarom hebben ze het inderdaad niet zo gedaan? Dat dat gaatje inderdaad te plaatsen in het midden, zeg maar. Dat zeg maar hier op het uiteinde zitten. Dat zou veel makkelijker zijn. Inderdaad, ben ik heel met je eens. Maar kijk, het grappige is, het kan ook. Tadaa. Alleen als je nou in zou leveren, dan moet je wel zorgen dat het gaatje weer terug zit op de plek waar die eerst zat. Anders krijg je problemen. Zie je. Al blijf ik erbij dat het handiger is dat het gaatje gewoon op het uiteinde zit. Maar nogmaals, als je terug gaat naar huis, moet je het wel netjes terug inleveren. En het is wel zo mooi als je het weer inlevert zoals je hem kreeg, namelijk met het gaatje keurig in het midden. Wat is dit? Dit is de Keyholder Miracle. Ook exclusief voor ons gemaakt. Een hele mooie uitvoering. Mooi van hout gemaakt. Je ziet niet... Ja, het kan open zitten, mechanisme. En hoe het gemaakt is allemaal. Prachtig in de olie gezet. Voor de prijs van €39. Met een online video instructie. Zullen we een sleutel maken? Schitterend gemaakt. Ja, helemaal compleet zoals je hem nu hebt. Krijg je hem ook deze uitvoering. Ook een exclusief... Welk hotel? Ik kan niet zeggen. Ja, dat dus. Ik heb mijn dingetjes op. Jij ja, hebt jouw dingetjes ook op. Volgende week, dinsdag, is het Sinterklaas, 5 december. Onze winkel is gewoon open trouwens, alle dagen normaal. Maar ik vind wel dat we in ieder geval kunnen zeggen, we wensen iedereen een fijne Sinterklaas. Ik heb dit jaar helemaal geen Zwarte Piet gezien, die was ook een keer op bezoek hier. Ja. Het zal wel druk hebben, denk ik. Ja, of we zijn misschien niet zo braaf geweest. Zou ook kunnen. Ja. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Maakt het niet uit. Tot deze, tot hier. Update nummer 77. 77. Tot de volgende keer. Dan gaan we al richting kerst. Hey, belachelijk gewoon. Check dan, want dan hebben we een paar hele mooie dingen.
mensen. Tot ziens. Doei.